Hoi, ik ben Nienke en in deze video vertel ik je samen met Erwin alles over hypotheekrenteaftrek. Met hypotheekrenteaftrek kun je een deel van de rente die je voor je hypotheek betaalt terugkrijgen van de belasting. Onder in deze video spring je alvast makkelijk naar de voor jou meest relevante onderwerpen. Hypotheek, rente, aftrek. Het woord zegt het eigenlijk al. Je sluit een hypotheek af. Over deze lening betaal je onder andere rente, oftewel hypotheekrente. En hiervan mag je onder voorwaarden een deel fiscaal aftrekken. Hypotheekrenteaftrek is dus een belastingvoordeel. Deze regeling is bedacht door de overheid om woningbezit te stimuleren. Je mag onder voorwaarden je hypotheekrente aftrekken van het inkomen waar je belasting over betaalt, waardoor je dus mogelijk minder belasting betaalt. Hypotheekrenteaftrek kun je op twee manieren ontvangen. Je kunt kiezen om het maandelijks als voorschot te laten uitkeren, of je kunt het achteraf in één keer bij je jaarlijkse inkomstenbelasting ontvangen. Hoeveel belastingvoordeel je door de hypotheekrenteaftrek kunt krijgen, hangt af van je inkomen en hoeveel hypotheekrente je betaalt. Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als je inkomen hoger wordt. Over deze betaalde belasting kun je belastingaftrek ontvangen. Betaal je nauwelijks belasting, dan kun je hierover ook minder aftrekken. Je moet dus belasting betalen voordat je van belastingaftrek kunt profiteren. Bij een hoger inkomen kun je door de hypotheekrenteaftrek mogelijk meer belastingvoordeel ontvangen. En goed om te weten, bij een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek neemt je belastingvoordeel gedurende je looptijd steeds meer af. Dat komt omdat je hypotheekschuld bij deze hypotheekvormen afneemt, waardoor je minder rente betaalt en je dus ook minder kunt aftrekken. Klik op het i'tje als je meer over annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek wilt weten. Niet iedereen heeft recht op hypotheekrenteaftrek. Je komt hiervoor alleen in aanmerking als je jouw hypotheek gebruikt voor de aankoop of onderhoud van je woning. Als je zelf in je huis woont, het mag dus geen recreatiewoning of tweede huis zijn. Ook moet je nieuwe hypotheek een annuïteiten of lineaire hypotheek zijn die je binnen 30 jaar aflost. Dat geldt ook bij het verhogen van je hypotheek. En let op, heb je voor 31 december 2012 een hypotheek afgesloten, dan gelden er voor jou misschien andere regels. Je mag dan voor het bedrag van je huidige hypotheek de oude regels laten gelden. Wil je een hogere hypotheek afsluiten, dan gelden voor dat extra hypotheekdeel de nieuwe regels. Klik op het i'tje als je meer over dit zogeheten overgangsrecht wilt weten. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. Je krijgt dan minder of helemaal niets terug van de belasting, waardoor je netto maandlasten dus hoger zijn. Als je alle hypotheekrenteaftrekvoorwaarden nog eens wilt doornemen, klik dan op het i'tje. Hoi, mijn naam is Erwin, financieel adviseur bij Rabobank. We vinden het belangrijk dat je hypotheek goed aansluit op jouw financiële situatie. Daarom laten we je ook graag zien wat de effecten van hypotheekrenteaftrek kunnen zijn. Je kunt hiervoor bij ons terecht, maar ook bij een van onze aangesloten tussenpersonen of andere hypotheekadviseurs. Hypotheekrenteaftrek vraag je jaarlijks aan via de Belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst trekt de hypotheekrente dan af van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Hierna krijg je jouw mogelijke teruggave in één keer op je rekening gestort. Je kunt de Belastingdienst ook vragen om elke maand een bedrag als voorschot te ontvangen. Dit heet een voorlopige teruggave. Verandert er iets in je persoonlijke situatie, dan is het verstandig om dit meteen aan de Belastingdienst door te geven. Je maandelijkse teruggave is namelijk een schatting. En als je inkomen verandert, ontvang je misschien te veel geld. Dit moet je dan later terugbetalen. Met de nieuwe hypotheek kun je alleen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek als je kiest voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek zijn je bruto maandlasten gelijk zolang de rente niet wijzigt. Je betaalt in het begin van je looptijd minder aflossing en meer rente. Hierdoor profiteer je daarom in het begin van een hogere teruggave door de hypotheekrenteaftrek. Gedurende je looptijd betaal je steeds minder rente, waardoor ook je hypotheekrenteaftrek afneemt. Bij een lineaire hypotheek worden je maandlasten steeds iets lager zolang de rente gelijk blijft. De schuld los je sneller af en hierdoor betaal je over de totale looptijd minder hypotheekrente. Wil je weten hoeveel je kunt lenen? Klik dan op het i'tje en krijg snel een indicatie van je hypotheekbedrag en maandlasten. Je kunt ook een afspraak maken voor een gratis oriënterend hypotheekgesprek. De adviseur geeft een indicatie van je hypotheekbedrag, je hypotheekrenteaftrek en je bruto en netto maandlasten. Klik op het i'tje om een afspraak te maken voor een online videogesprek, waar en wanneer het jou uitkomt.
En heb je een vraag over hypotheekrenteaftrek? Laat ons weten in de comments. We denken graag met je mee. Sinds 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afgebouwd naar 37% in 2023. Deze afbouw heeft alleen effect op jouw hypotheekrenteaftrek als je inkomen of gezamenlijke inkomen in de hoogste belastingschaal valt. Verdien je minder en valt jouw inkomen niet in de hoogste belastingschijf? Dan heeft de afbouw geen effect op jouw hypotheekrenteaftrek. Je kunt je hypotheekrente dan tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen je inkomsten worden belast. Als je wilt weten hoeveel hypotheekrenteaftrek je mogelijk kunt krijgen, kun je online met verschillende tools je hypotheekrenteaftrek berekenen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze video je vragen heeft beantwoord. Op het Rabobankkanaal vind je nog meer video's over wonen en over andere financiële onderwerpen. Abonneer je dus vooral, want we helpen je graag verder. Hoi!